allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag een pashokje shoplog. En ik laat het ook een beetje zien. We gaan wel even zien hoe het loopt. Maar in ieder geval heb ik het grootste gedeelte aangehad in pashokje. Als je denkt, wat hoor ik af en toe op de achtergrond? Dat is de vriezer die aan het ontdooien is. Dat is nu al uren gaande. Ik heb al gefeund en gedaan. Maar af en toe brokkelt er dus iets af en dan plonst dat in het water. Dan weet je, als je iets hoort, dan is het dat. Maar ik vond het wel leuk om weer eens een keer in de woonkamer te filmen. Aangezien Niels niet thuis is, dacht ik, ik pak mijn moment. Laten we maar beginnen bij iets wat ik niet bij de Primark heb gekocht. Volgens mij het enige. Ik heb trouwens voor mezelf dingen gekocht en voor Niels. En die voor Niels heb ik uiteraard niet aangeprobeerd. Dus, we gaan gewoon beginnen. Het eerste wat ik kocht is dit hengsel van een tas. De tas had ik al. En die heeft van die dingetjes waar je zelf makkelijk een ander hengsel aan kan maken. En tegenwoordig hebben ze dat bij Stradivarius. Dus dan kan je zeg maar zelf... je tas ook een beetje customizen. Ze hadden allerlei soorten. En ik vond deze wel heel stoer. Met studs. Met studs. En heel simpel. Maar daardoor wordt mijn tas ineens... Hier zat gewoon heel simpel zwart hengseltje aan. Hierdoor wordt hij meteen weer even een stuk... even weer anders. En je hebt allerlei soorten. Je kan dus ook gewoon bij tasjes wisselen. Dus deze, volgens mij was die een tientje. Dan kocht ik bij Primark deze schoentjes. Ik heb ze al in het wit. En dit zijn de nep All-Stars, zeg maar. Maar de gewone All-Stars. Ja, ik heb ze al heel lang niet aangehad. Maar vroeger zaten ze me in ieder geval niet echt lekker. Dus misschien dat de pasvorm veranderd is, weet ik niet. Maar in ieder geval is dit eigenlijk het enige soort wat mij echt lekker zit. Ik heb ze in het wit. Ik wilde ze eigenlijk weer in het wit. Omdat ik ze heel fijn vind. Maar toen zag ik ze in het een beetje lege groen. En toen een beetje kaki. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel heel leuk. Zo voor de herfst, winter. Dus winter is niet echt een winterschoen. Maar in ieder geval voor de herfst. Dus deze. En die waren 8 euro. Dan kochten we dit. Dit is charcoal toothpaste. Dit is dus tandpasta. En daar zou je dus... Het is dus blijkbaar... met geactiveerde kool. En dat zou zorgen voor een, dat het de natuurlijke witheid van je tanden weer naar boven haalt. En tegen slechte adem. En helpt tegen een probleem met je tandvlees. Fantastisch. Ik ben heel benieuwd. Dus het leek ons gewoon leuk om dit een keer te proberen. Was iets van 2 euro? 2,50? Even kijken. 2,50. En dan een jas. En dit was echt een beetje een gelukje. Die heb ik nog niet aan laten zien. Ik zal hem even zo laten zien. Dit is een... deze jas heeft ongeveer de hele wereld nu. Ik zal even bij gaan staan. En hij is tot net iets over de heup. En ik vind het echt een hele leuke, simpele jas. Een beetje zo'n tussenjas. Noem maar even uit. Het is warm. Bruin met dan donkerbruine details. En dan van dat witte soort fluffy spul erin. En deze was afgeprijsd van 40 naar 20 aan mijn hoofd. In ieder geval was nu 20 euro. Dus dat vond ik echt een koopje. Heel spectaculair. Sokken voor Niels, sokjes voor mij. Deze vind ik echt heel fijn. Ik heb er nu al eentje aan. Dit zijn van die footies. Ze zeggen voor sporten. Maar ik vind ze dus heel handig voor onder andere onder dit soort schoentjes. Deze had ik net aan, vandaar dat ik ze nu al aan heb. Dan, zal ik beginnen met Niels of mezelf? Ik pak gewoon random. Voor Niels dit jasje. Dit vond Sven heel tof. Dit is een leren jasje met een capuchonnetje eraan van joggingspul, sweaterspul. Oh, daar valt weer een heel groot blok. Die maat is daar een beetje lastig. Ik bedoel, Niels was er niet bij, dus het is altijd een beetje gokken. Dit staat 2 tot 3 jaar. Maat 98. Dus hier kan hij voorlopig wel even mee voort. En deze is nog best wel warm. Het is ook gewoon een lekker tussenjasje. En Sven heeft vooral voor deals uitgezocht. Want meestal doe ik dat natuurlijk. Dus ik dacht, laten we maar even zijn gang gaan. Oh, deze is voor mij. En dit vest, daar zie je nu eventjes ook aanbeelden van. Gewoon een heel lekker... Ik had hem eigenlijk in een S'je willen hebben, maar dat hadden ze niet. Maar dit zit eigenlijk ook prima. Mooie, hele mooie lichtgrijze gemêleerde kleur. Lekker lang, lekker behagelijk. Oh, dit is niet van de Primark, maar kocht ik bij Zalando. Ik ben heel lang op zoek geweest naar een regenjasje voor Niels. En dit is een regenjasje van Lego. Ik moet zeggen, voor meisjes hebben ze echt superleuke regenjasjes. Voor jongens vond ik het echt heel erg tegenvallen. Of het wordt meteen heel duur. En dan denk ik, hij groeit als kool. Dat is een beetje zonde. Dus dit is niet mijn allerleukste regenjasje aller tijden. Maar deze is dus van Lego.
blauw met donkerblauw. En nou, weet je, gewoon een prima jackie. Ik had van alles besteld, maar deze was wel gewoon in ieder geval ook het beste waterdicht. En daar gaat het tenslotte om, want verder heeft hij natuurlijk gewoon prima jasjes. Dan nog een jurkje voor mij. En daar zie je ook aanbeelden van. Dit is een, ook een lichtgrijs en dan een beetje een soort wollig. Het is geen echte wol, want daar kan ik niet tegen. Heel simpel, een beetje los van het modelletje. Gewoon een heel lekker, lekker jurkje. Lekker behagelijk. Sokken voor mezelf. Spectaculair. En nieuwe sloffen, daar was ik ook wel aan toe. En ja, deze sloffen waren 5 euro. Prima, ook vergeet soms de prijzen te zeggen. Maar volgens mij zijn er niks boven de 20 euro. Dus alles zit daar in ieder geval onder. Deze broek, daar heb ik al heel veel van. Dit is de Ankle Grazer heet die. En ik heb hem in donkergrijs, zeg maar in het anthraciet. En ik heb hem in het lichtblauw. En ik vind het zo'n fijne broek. En zeker als ik met Niels veel aan het, weet je, als ik mijn mamadag heb en met Niels veel aan het rondkruipen en doen. Maar deze zit super comfortabel. En nou, hij heet ankle grazer, dus hij zit zeg maar bij je enkels is hij afgeknipt. Dus dat staat ook gewoon leuk. En ja, hij zit gewoon heel lekker. Dus deze heb ik gewoon ook in het grijs. Volgens mij is deze 17 euro aan mijn hoofd. Ja, 17 euro. Ik denk mijn duurste, oh nee, het jasje was de duurste aankoop. Dan was Nielsen, hij heeft een spijkerbloesje en die begint nu te klein te raken. Dus we zagen deze, die vonden we heel leuk. Een grijs spijkerbloesje, spijkerjasje, spijkerbloesje. En deze heeft ook een beetje stretch, dus dat zit ook lekker. En hij is ook niet te dun, dus ook lekker voor de winter. En of we doen hem zeg maar dicht aan, maar soms doen we hem ook gewoon open over iets heen. Alhoewel Niels vaak hem dicht wil. Deze vonden we ook heel leuk, echt zo'n houthakkers bloesje. En deze heb ik trouwens, dit is maat 92. En dit is dan weer maat, of ook maar 92. 18 tot 24 maanden, dat is ook 92 denk ik. Ik hoop maar dat het allemaal past. Dan kan Sven hier nog mee aanzetten. Dit zijn schoentjes voor Niels. Een beetje, ja, een soort nettere, hippe schoentjes. Deze. En nou ja, goed, wat mij betreft, deze zolen zijn op zich nog redelijk soepel, niet heel erg. Dus wat mij betreft mag die hier wel even oplopen, maar hier zou ik hem niet zo snel mee echt uren buiten laten spelen. Zo. Maar ik dacht wel schattig voor kerst en zo. Ik dacht, nou prima. Dan ook nog deze. Ja, Sven ging all out hoor. Niet voor zichzelf trouwens, alleen voor Niels. Dit is ook een spijkerbloesje, maar dan met een jogging dingetje, lijkt alsof het eronder zit met capuchonnetje. En nou, één verdwenen vakje en één gewoon vakje. Oh, en dit truitje is, vond ik wel heel leuk. Kijk nou toch. Een beetje bordeaux rood truitje, een beetje gemêleerd. Gewoon lekker katoen. Fijn. Oh, dan deze. Dit is een blouseje wat ik kocht. En in de aanbeelden zie je dat er een soort van flubbers aan hingen. Maar dat wilde ik niet. Dus ik heb deze heb ik al in heel veel soorten. Dus ik heb nu gewoon met zo'n soort, nou ja, soort aantrekhengseltje. Ja, ik vind het hele fijne blouse. Ik heb hem in het wit, zwart en in een beetje, ja, een beetje oranje perzik kleurtje. En die vind ik heel leuk, draag ik echt heel veel, echt al jaren ook. En nou, deze is leuk, zeg maar, het is netjes voor stappen, maar het is ook het is leuk voor stappen, maar het is ook netjes naar je werk. Hangt vanaf hoe ver je het ritje open doet. Maar ik zag mezelf hier ook al met kerst mee zitten. Nou, weet ik veel, ik word gewoon heel blij van deze blouses. Even kijken hoor, of dit alles was. Oh nee, oh. Dit is een sjaal. Dit vind ik fantastisch, dit ding heet een blanket scarf of zoiets. Ik werd er helemaal van de naam werd ik al gelukkig. Even kijken hoor, hier. Ja, blanket scarf. Nou, kijk nou toch, is toch een feest. Ik heb een hele fijne roze sjaal en een hele fijne soort luipaardprintje. Maar ik miste eigenlijk nog een beetje een, hoe heet het, een beetje een grijze. En deze vind ik heel fijn. Echt super zacht en ik had gekeken, volgens mij zat hier geen wol in, want daar kan ik dus niet tegen. Nee, 100% polyester, dus dat kan ik hebben. En ik zal nog even laten zien wat Sven kocht bij. Daar schrok Mits een beetje van. Ik zal nog even laten zien wat Sven kocht bij.
Sven die kocht deze jas. Dit is een mooie, ja, wijder vallende parka, maar wel gewoon strak bij je schouders en de mouwen en zo. En dat is heel grappig, die heeft dus zeg maar zo'n laag in, maar die kan je er dus helemaal uithalen. En die zit zelfs bij de mouwen. Dus je hebt zeg maar zomer- en winterjas in één. Dus die vond ik hem wel heel cool staan. En verder heeft hij nog wat dingetjes gekocht bij Stradivarius. We waren echt al heel lang niet samen geweest shoppen, dus we hebben het er echt even van genomen. Maar nu zijn we voorlopig alweer klaar, zou ik zo zeggen. En ik bestel tegenwoordig gewoon heel veel online, want het is gewoon praktischer met een kind. Maar dan merk je dat je ook gewoon heel veel moet terugsturen, omdat het toch niet helemaal de kleur is die je had verwacht. Of niet helemaal, de maat niet helemaal goed zit. Of nou ja, als je het ziet, denk je, ja, ik dacht dat het niet net wat anders was, maar dit lijkt heel erg op wat ik heb of zo. Nou, dat soort dingen. Toch ben ik echt pro bestellen online. Ik vind het echt super fijn dat heel veel winkels dat doen, want het maakt het leven voor mij gemakkelijker. Dus meestal koop ik online, maar het is ook wel weer leuk om weer even in zo'n winkel te zijn en nou, van alles aan te passen. Dus dit was de Primark shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik was trouwens bij de Primark in Den Haag, voor wie het zich afvraagt. Is ook te zien in mijn vlogs. Ik ga even kijken hoe het met de vriezer gesteld is. Heerlijke combinatie van dingen. En nu zit ik echt tussen alle kleren die ik ook nog even ga opruimen. Zo. Ik hoop dat je het leuk vond. En nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende keer bij een extra video. Of op de zondag bij een vlog. Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. En tot snel. Doeg!